Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Er komt hier dadelijk een sprinter, nee, hondenkop, nee, hoe heb ik er nog meer genoemd? Het is in ieder geval een Mat 64. En de termen zullen wat door elkaar gebruikt worden, sorry daarvoor. Maar ik hoop toch dat je het een leuke gaat vinden. Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag de Fleischmann 4472, een Fleischmann hondenkop, die ik al een tijdje probeer te bemachtigen. Ik heb er hier een staan en hij heeft in ieder geval een paar problemen. Het zit nu op de... nee, het zit nu nog niet op de transformator. Het is nu allemaal nog analoog. Zo. Probleem 1 is dat hij soms kortsluiting maakt. En dat is afhankelijk van deze connector en zo, hoe ver dat die connector erin zit. Als ik hem helemaal, de koppeling helemaal dicht duw, als ik nog een klik hoor, dan heb ik regelmatig kortsluiting. En als ik hem wat uit elkaar haal, doet hij het goed. Aan één kant zit binnenverlichting. Dat is deze kant. Aan deze kant doet de verlichting het niet. Maar qua motorisch is hij in orde. Ik wil deze natuurlijk digitaal gaan rijden. Ik wil een functiedecoder in het niet gemotoriseerde deel en een normale decoder in het gemotoriseerde deel. En die koppeling gerepareerd. En natuurlijk de binnenverlichting, en die ga ik vervangen voor LED. Dus dat is nogal een plan. Het eerste wat ik ga doen is bekijken hoe deze open moet. Want ik heb alleen maar ervaring met de sprinters. En van de sprinters weet ik dat het dak loskomt. Maar ik heb hier nog niet gekeken. Ja, aan de onderkant zitten twee schroeven. En nu die eruit zijn, komt het een en ander in beweging. Dus ik denk dat ik op de goede weg ben. Kijk aan. Zo. Deze en deze gaan even opzij. Geen enkele reden om die hier rond te laten slingeren. Het niet gemotoriseerde deel heb ik ook even aan de kant gelegd. Eerst de motor. Hier zit een schild op, wat al geïsoleerd is. Dus hier, deze is geïsoleerd van het chassis. Dat betekent dat deze eenvoudig te digitaliseren is. Er zit helemaal geen verlichting gemonteerd op deze printplaat. Dat in de advertentie stond van wel. Maar dat is geen probleem. Hoewel ik natuurlijk nu geen lichtgeleider heb. Dus dat wordt even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien doe ik het wel met meerdere leds. Want er zijn er meerdere openingen in. Ik denk dat het er dan ook goed uit gaat zien. En er is ruimte genoeg voor een decoder. De koppeling kijk ik dadelijk even na. Er zit ook op de, in de kap nog twee gaten voor een traditionele plug. En het kan zijn dat ik die ook ga gebruiken. Dat ligt een beetje aan of ik die functiedecoder aan de gang kan krijgen. Dat is wel de bedoeling. Maar ik ga de motor loshalen. En ook even demonteren en schoonmaken. Je kan zien dat hij hier al zwart is. En dat kan nooit echt kwaad. De boel een beetje smeren. En hier voorin zitten twee lampjes. Dat lijken mij gloeilampjes en even kijken of ik daar gloeilampjes in laat zitten of dat ik daar ledlampen in zet, want ze zijn vrij klein en ik denk niet dat ik klein genoeg een ledlampen op voorraad heb. De gloeilampen die erin zaten gebruikt het chassis voor de verlichting en ik weet dat het wel mogelijk is om dat werkend te krijgen. Maar ik had toch nog een paar ledjes liggen. Ik moet ze nog een beetje recht zetten, maar ze zijn wat groter. Ze passen wel onder de kap. Ik heb de pootjes voorzien van isolatie en ze er doorheen gestoken. En nu heb ik hier in ieder geval 2 leds zitten. Ik ga er dadelijk stroom op zetten. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik kan altijd nog terug naar de gloeilampen en de bedrading een beetje aanpassen. De motor was helemaal zwart van binnen, een beetje isopropylalcohol en u ziet mooi schoon. De wielen moeten nog, die zijn erg vies. Ik weet niet eens of dit zwarte of dit anti-slipwiel is of gewoon vuil. Maar die moeten zeker nog schoongemaakt worden. En daarna eventjes dus nog steeds de boel in de smeer zetten. De motorschild, dat komt goed. Op de achtergrond zou je misschien de wasmachine kunnen horen. Ik hoop niet dat het te hard is. Ik ga dit in ieder geval weer in elkaar zetten. De magneet gaat er ook weer terug in. En even kijken hoe die precies moet. Dan ben ik met het schoonmaakdeel in ieder geval klaar. En ja, dan wordt het dadelijk ledjes testen. Kijk, het zo mooi de wielen glimmen. De achterste wielen zijn inderdaad anti-slipbanden. Na het schoonmaken is het duidelijk te zien dat hier anti-slipbanden op zitten. En deze zijn nu heel mooi glimmend, mooi gepolijst. De boel is gesmeerd, loopt goed. Dus deze gaat zo weer terug het model in. En daarna is de bedrading aan de beurt. Dit is de rode verlichting. Er zit wat lichtlekkage in de cabine, zie ik. Maar ik denk dat ik dat kan verhelpen door er een grotere weerstand tussen te zetten. De witte verlichting is ook erg fel en hetzelfde ook. Een wat hogere weerstand. Dan zal er wat minder lichtlekkage zijn en dan wordt de lamp ook iets minder fel. Maar dat betekent in ieder geval dat ik deze verlichting heb kunnen vervangen met LED-verlichting. Dat maakt alles een stuk makkelijker. In de categorie draadjes, heb ik dit onderstel ook voorzien van stroompickup. Weliswaar maar op 1 wiel voor per rail. Dus deze doet de stroompickup voor het wiel hier. En deze doet het stroompickup voor dat wiel. En het zit hier aan de connector. Zodat ook deze uitlijnen de stroompickup voor dit wiel komt dus uit op het pinnetje hier. En die komen weer uit op deze draadjes. En die draadjes dan gaan hier weer bovenop naar de... ik denk niet dat ik ze op de printplaat zelf zet, omdat die weer aan het chassis vast zit. Maar in ieder geval gaan deze naar de decoder die ik hier wil stoppen. En al deze draden kunnen dus ook naar die decoder toe. En dan zou dit model niet al te best, maar zelfstandig kunnen rijden. Want ja, stroompickup is niet fantastisch. Op het motorblok zit helemaal geen pick-up. Dus het is volledig geïsoleerd. Ook volledig geïsoleerd van het chassis van de rest van het treinstel. Vanwege het plastic bevestigingsmechanisme. Dus daar heb ik niet zo heel veel aan. En voorheen werd dus ook de stroom vanaf het chassis via een kabeltje naar de motor gebracht. En dat liep dus via deze, denk ik. Ja, via dit draadje naar het chassis, naar de verlichting, naar de motor. Nou, dat zit nu allemaal los. Dus vordert goed. Tijd voor de laatste paar stappen. En daarna het tweede treinstel, het motorloze treinstel. Met de functiedecoder aan de gang en dus uit gaan zoeken waarom dat deze dus af en toe kortsluiting maakt. trein rijdt vooruit. Het lichtje knippert wat. Dat komt door wat ruis van de motor. Ik weet nog niet of ik dat weg kan halen. Maar hij kan dus vooruit. Hij kan achteruit. En het zit binnenverlichting in met eenzelfde knipper. Misschien ga ik er nog ergens een kleine condensator tussen zetten om wat ruis van de motor weg te werken. Het zou anders nog kunnen komen door de ontzettend lange kabel, maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Voor de binnenverlichting heb ik gebruikt een lichtsnoertje. Voor de binnenverlichting heb ik gebruikt een lichtsnoertje. Dit zijn een heleboel kleine ledlampjes op twee geïsoleerde draden. Als je daar wat solderen op doet, dan kun je het aansluiten. Er zitten er hier 3 in. Die 3 geven in ieder geval hier het binnenste deel dicht. Licht achterin niet, dat is misschien wel wat jammer. Ik heb nu even via krokodilklemmen op de achterkant de boel onder stroom gezet. Ik ga de kapper opzetten, ik ga hem dicht schroeven en door naar deel 2. Hier zitten een paar oude draden, niet heel erg fijn gesoldeerd. Dit onderstel, hier zit een clipje wat daar ook niet thuis hoort, denk ik. De binnenkant is deels geverfd, dat die grijs is. En er zit ook een pupje in. Al met al denk ik dat dit treinstel samengesteld is van een werkende motor met een werkende motorloos deel. Een beetje een interessante combinatie. Ik ga de draden loshalen en vervangen. Ik vind ze er toch, ja, ik vind ze er niet goed uitzien, die zitten niet goed vast. Ik ga even kijken wat ik doe met de verlichting. Het valt mij op dat het printplaat erg gebogen is. Misschien is dat de bedoeling. Ja, eventjes kijken, maar op zich is het ervoor zorgen dat de stroompick-up zo goed aangesloten wordt op deze connector. De connector even nalopen wat er nou aan de hand was met als waarom dat die soms kortsluiting maakt. Ik denk dat het te maken heeft met een soldeer die hier zit. De lampjes weer hier ook vervangen voor LED. En dan een decoder erin, een functiedecoder en een boel testen. Functiedecoder zit erin. Lampen van de seinen zijn vervangen voor LED's. De binnenverlichting is nog een gloeilamp omdat hier een goede lichtgeleider zit. En het uithalen en vervangen is een boel gepiel daar. De alternatief was natuurlijk om diezelfde lichtsnoer te gebruiken, maar dan heb je dus niks aan die lichtgeleider. En ter demonstratie. Kijk. En ze veranderen ook nog van kleur, binnenverlichting aan. Dat is wel goed te zien, hoop ik. Ja, dat is goed te zien op de camera. Dus deze ga ik afmonteren. De wielen moeten er hier nog onder. Kabeltje moet vast. Kapper op. Deze niet vergeten. En dan kijk ik nog even of die kortsluiting hier op de connector opgelost is. Hoop ik wel. En ik denk dat dat te maken heeft nog steeds met het draaistel en met het pinnetje wat daaronder zit. En dan kan die de baan op. Hier staat hij dan. Kortsluiting is verholpen. Alleen het treinstel heeft nog moeite met de bochten. Dat komt waarschijnlijk doordat ik de draden, de dikke draden heb gebruikt naar de draaistellen, waardoor dat die niet meer soepel bewegen. Misschien dat een beetje smeer daar gaat helpen. Hier is de voorkant. En even zien, de wisselende verlichting doet het aan deze kant goed. De binnenverlichting is, is ook schakelaar. Ik moet er nog in regelen van snelheid. Hij trekt niet te snel op. En dan hebben we hier de achterkant. Ook mooie wisselende verlichting. Ik heb het idee dat de wielen net iets te groot zijn voor de rails, zodat het geen tikkend geluid maakt. Maar ook maar bij een van de twee treinstellen, denk ik, moet ik nog even goed naar gaan luisteren. Maar dat is ook het effect van twee compleet verschillende versies eigenlijk. Volgens mij jaartallen samengevoegd tot één. Maar ik ben er wel nog steeds heel blij mee. Ik ga er nog een beetje mee puzzelen om hem goed te krijgen. En dat was hem zover. Ik weet zeker dat ik dit treinstel nu koploper heb genoemd. Dat ik hem hondenkop heb genoemd. Dat ik hem splinter heb genoemd. Maar het is natuurlijk een mat 64. En ik ga dadelijk met het aan elkaar plakken van dit filmpje proberen zoveel mogelijk van die foutjes eruit te halen. Maar reken maar dat er nog in blijven zitten. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik hoop weer tot snel.